Hoogwaardigheidsbekleders zijn heel wat gewend, maar als je uitgenodigd wordt voor de openingsavond van het Rotterdamse Filmfestival, dan hoor je erbij. De openingsfilm dit jaar is redelijk toegankelijk te noemen. Bewust? Jawel, ja tuurlijk. Het is een heel gemengd publiek op zo'n avond. Sponsors, filmliefhebbers, mensen van allerlei instanties. Dus we een beetje film hebben die veel mensen aanspreekt. En wij zijn erg van het ontdekken van talent. En we hebben in deze film een mooie, bijzondere film gevonden. Dus die willen we graag mee openen. Zo, dat momentje hebben we onder toeziend oog van de locatiemanager even snel mee kunnen pikken. Terug naar de genodigden. Dit is de eerste avond weer, dus we gaan weer 10 dagen onder zeil, zoals dat heette. Meestal val ik de laatste dagen gewoon lekker in slaap bij de film. Dan zie je het begin en toch op zijn minst het eind. Nou, burgemeester Abu Taleb, dit is toch de uitgelezen avond om uw vrouw mee te nemen? Wat is, die is er waarschijnlijk binnen met haar. Is het? Nee, ik weet niet waar ze is. Het hoort bij iemand zijn paard. Gewoon je eigen plek zitten te vinden. Oh, daar staat ze. Ja hoor, en nou wil ik u toch zo graag een keer samen in beeld. Een hele fijne avond voor u beiden. Waar is uw vrouw? Die is thuis, want ik ben met mijn zoon hier. Het blijft heen en weer rennen. Buiten meldt zich de Griekse delegatie van de openingsfilm. En Rotterdam valt in de smaak. We went to a barber shop. The barber was a big Sparta fan. We had some Geneva. Yeah. We walked the streets a little bit. So we can actually get on stage and be prepared. Het raakt bom en bom vol. En werkelijk alle zintuigen worden geprikkeld. Ik wil het recept weten. Dat kan ik helaas niet vertellen, sorry. Nou. Ja, beroepsgeheim, hè. Zo, een beetje naar je zin? Nou, ik ben er net. Dus ik wilde net mijn eerste rondje gaan maken. Kijk, je wou net je eerste klap uitdelen. Nou, nee, die tijd is al ver achter me. Dus ik ben gewoon een beetje aan het rondkijken wie ken ik en met wie kan ik lekker kletsen. Na de altijd vriendelijke babbeltjes her en der verplaatsen de genodigden zich naar de filmzaal. De Griekse gasten vinden het wel wat. Ah, cooler ben jij. It's big. It's amazing. Ja? De acteurs moeten nog even geduld hebben. We stand for the 40 extra locations that we have in the festival this year. En dan is het zover. De Griekse filmmakers zijn echt blij en dankbaar voor de kans die ze in Rotterdam krijgen. Een lekkere toegankelijke openingsfilm. Oh ja, fantastisch. Niet zo'n wazig ding als we wel eens hebben, hè? Nou ja, ik ben niet zo'n expert in de wazige dingen. Maar nee, ik vond dit een hele leuke film. Dit is zo Rotterdams ook. Daar ben ik zo trots op. Van niet een rode loper en allemaal glamour. Dit is Rotterdam. En het is net ganzenborden. We gaan weer terug naar start. Kletsen weer verder onder het genot van... Juist.